Hoi allemaal. Het leek me wel leuk om vandaag een keer een What's in My Bag te doen, want volgens mij heb ik dat nog nooit gedaan. Ik zit weer op mijn slaapkamer, want de zon is weer hysterisch. Ik heb de gordijnen dicht gedaan. Ik hoop dat jullie nu goed kunnen zien, maar niet dat ik de hele tijd zon in mijn beeld heb en zo. Dus vandaag weer vanaf mijn slaapkamer. Ik wilde eigenlijk What's in My Bags doen, namelijk met deze twee tassen, want dit zijn eigenlijk tassen die ik heb of deze bij me of deze. En deze is echt aan vervanging toe. Zo zie je het nog niet heel erg duidelijk. Maar ja, hier, dit begint helemaal los te raken. En hier zitten dingen op. En van binnen wordt het allemaal niet meer zo mooi. En daar heb ik vervanging voor. Dat is namelijk deze. Dus de volgende What's in My Bag zal waarschijnlijk met deze tas zijn. Dit is van de H&M. Vond ik echt een super mooie tas. Hij is grijs. Dus ja, net wat minder winters dan zwart had ik dan zo bedacht. En hij heeft gouden details, wat ik wel heel leuk vind, omdat de meeste grijze tassen hebben zilveren details. Dus vond ik wel heel leuk. Dus dit wordt mijn nieuwe tas. Maar ja, ik dacht dan gaan we meteen de tas ook uitruimen. Deze beide tassen zijn van Primark. Laten we beginnen met de kleinste. Mijn Dr. Bob tas, zoals Sven hem noemt. Ik vind het echt een super fijn tasje. Ik draag hem vaak gewoon overdwars. En soms draag ik hem echt als Dr. Bob. En hierin heb ik dus nu niet super veel zitten. Want ik had vandaag mijn grote tas mee. Want de grote tas heb ik altijd mee naar mijn werk. Wat fijn is het trouwens dat ik gewoon na mijn werk kan filmen nu met dit licht. Dat is wel heel fijn. Oh, hier zit mijn rijbewijs in. Wat er echt super mooi uitziet. Die heb ik altijd in een apart vakje zitten. Tampons. Dat moet de vrouw ook bij zich hebben voor het geval. Een leeg flesje water. Ik heb altijd een flesje water bij me. Een klein borsteltje. Deze weet ik niet eens meer van die is. Volgens mij H&M. Kan ook Primark zijn. Kortingstickers van Hema. Die kunnen wel weg. Want die actie is verlopen. Oh ja. En dit zijn altijd van die dingen van de V&D. Die kunnen ook wel weg. Zijn ook behoorlijk verlopen, vermoed ik. Hier kan je dat broodje zo halen. Ik werk in de stad, dus vandaar dat soort dingen altijd wel praktisch zijn. En een heel klein parapluutje. Deze is van Primark. En die vond ik echt super praktisch voor in dit tasje. Oh, die hoeft niet weg. Kauwgom. Ik heb altijd Sportlife Extra Fresh. Kan niet zonder. Een bonnetje. Oh nee, een deel van een kaartje van Tivoli. Het laatste concert. De Maybelline Baby Lips. En dit is de blauwe. Dit is de Hydrating. De Maybelline Color Sensational Cream Gloss in Cashmere Rose uit mijn hoofd. Ja, Cashmere Rose 105. Hele fijne lipgloss. Een van mijn favorieten. Zullen we uithalen wel natuurlijk, hè. Nog een lipproduct is de Rituals Lip Balm in Eve's Kiss. Een haarelastiekje. En twee blikjes Nivea, want ik kan niet zonder Nivea. Dus dat is deze tas. Dan de grotere tas. Ik heb expres een keer zo'n kleine tas genomen, omdat ik eigenlijk als een hele volksverhuizing bij me heb. Ik kan, ja, en dan sta ik in de stad, terwijl ik het allemaal helemaal niet nodig heb, heb ik zo'n enorm bakbeest bij me. Dus ik probeer erin te minderen. Zoals deze Cosmopolitan, die heb ik al uit, maar het is toch leuk dat die nog in mijn tas zit. Mijn portemonnee. Deze ook van Primark. Een heel fijn portemonneetje. Ik vind die portemonnees van Primark altijd wel fijn. Omdat je gewoon. Ik vind dit soort vakjes altijd handig. En een apart vakje voor los geld. En een apart vakje voor briefgeld. Waarom krijg ik nou niet open? Nou zo. Briefgeld. Ik vind het gewoon handige portemonneetjes. Een leeg plastic zakje. Hier is een uitleg bij. De paraplu die hier nu niet in zit, want het regende buiten toen ik de deur uitging. En nu is het zon. Het is fijn ook leuk. Maar als ik niet thuis kom, nu staat mijn paraplu in de gang uit te druppen. Maar als ik niet naar huis ga en ik heb dus zo'n natte paraplu, dan vind ik het heel irritant. En ik vind zo'n zakje, alles wat om zo'n paraplu heen zit, dat helpt dan niet. Want dan zit alsnog al dit spul hangt nog in je tas. Dus dan doe ik er altijd zo'n ethos-tasje overheen. Dat is precies de, of omheen. Dat is precies het formaat van mijn gemiddelde parapluutje. Vandaar. Super handig. Oh, dit is ook handig. Ik sleep lekker twee flessen water mee. Die ook nog allebei deels gevuld zijn. Water. Handschoenen.
Deze zijn van H&M. Nog meer handschoenen. Super handig. Deze zijn met zo'n voor je iPhone, zeg maar. Alleen, ik heb gewoon hele kleine handjes. Dus voor mij is het eigenlijk altijd, zijn ze te groot. Kijk, hier zit mijn pink. En op zich kan je dit wel zo'n beetje zo aantrekken en dan kom je nog wel ergens. Alleen als ik dan probeer te bedienen, ik ben overigens rechts, maar vallen die ringetjes af. Dan heb ik altijd, zeker bij mijn duim, heb ik zo'n stuk over. Dus dat werkt niet heel goed, maar beter dan niet. Deze zijn trouwens van de Xenos, zijn wel heel lekker warm. Verbaasde ik me over. Boterhammen, die moet ik nog even opeten. Van die anti-slip dingen voor in mijn pumps. Ik weet niet waarom die hierin zitten. Mijn iPod die ik eigenlijk nooit meer gebruik. Misschien moet ik hem een keer opladen, want hij is ook altijd leeg. Ik heb het gevoel dat hij ook van zichzelf leeg loopt. Met in de knoop geraakte oordopjes. Een kortingsbon van Easy Paris. Die geldig was tot 30 december. Oh nee, grapje, tot 2 februari 2014. Gelukkig. Mokamores, een tentje waar ik graag kom. En dit is hun kaart waarop staat wat hun wifi-code is. Purol heb ik altijd bij me in een van mijn tassen. Camouflage, dit is de Maybelline Superstay 24 Hour Concealer. En dit is de kleur 02. Maar ik heb volgens mij al eerder gezegd dat ik het idee heb dat er helemaal geen 01 van is. iPhone, oplader. Je leert een hoop. Visitekaartjes. Die ik maar niet ga laten zien om privacy redenen, denk ik dan maar. Nog meer visitekaartjes. Een bon. Van de Xenos. Super handig. 2 spiegeltjes. En dat is dan wel leuk, want nu kom ik in mijn Dr. Bob tas zit geen spiegel. Dus ik denk dat eentje naar mijn Dr. Bob tas gaat. Deze is van Kruidvat en heel vies. En deze van Firmoda. Nog wat meer uitpakken. Oordopjes van mijn iPhone. En van mijn prulletje. Oortje van mijn iPhone. Een pen. En zo'n kledingroller, wat wel heel erg praktisch is als je een kat hebt. En dan dit zo'n kleintje. Ik weet niet of ze die nog hebben bij de Hennis. Ik vind ze wel echt super handig. Gebruik ze niet heel vaak, maar met een kat gebruik ik ze wel meer. Dan pleisters. En lege paracetamol. Oh, hier is nog wel een vol paracetamol dingetje. En pleisters, altijd handig. En dus lege paracetamol dingetjes. Daar liggen er nog wel meer van in de uitleg op de boom liggen. Nee, grapje. Oh ja, deze. Die kan ik nog een keer bij Douglas laten vullen. Dat heb ik nooit gedaan. Nog een lipgloss. Dit is de L'Oreal Glam Shine Fresh. En dit vind ik een hele leuke lipgloss. Misschien ga ik die pop doen. Het is gewoon een hele... Ik heb al lipgloss op, maar maakt niet uit. De pret niet drukken. Zo. Hij smaakt heel lekker. Nog een pen. Een nagelveldje. Deze vind ik heel fijn. Dat is van de Douglas. Ik heb vaak van die papieren vels, maar e-reader en natuurlijk een blikje Nivea. En nog meer visitekaartjes, anti-flu snoepjes, de sleutels van het huis van mijn ouders, tampons, elastiekje en kaart van mijn werk, mijn toegangspas en nog een visitekaartje. En een USB-stick. Super handig. Dat zit in dat tussenvakje, zeg maar, van het zijvakje. Zo, dat is hem. Nou, dan kan ik... Oh, dan moet ik natuurlijk ook wel het zijvakje tegenhouden. Nou, ik heb verteld wat erin zit, maar dat moet ik ze allemaal even verplaatsen. Dit was het. Dit is wat er allemaal in mijn tassen zit. Nou, een hoop zooi. Het is goed dat ik het even uitgeruimd. En ik ga het dus nu allemaal verplaatsen, behalve de dingen uit mijn Dr. Bob tas. Ook al gezegd dat Sven het een Dr. Bob tas noemt. Niet dat jullie denken dat ik het zelf zou noemen. Ja, zo noem ik het dus nu om het maar duidelijk te maken. Maar de kleine tas, zeg maar. Maar de grote gaat vervangen worden door deze beauty. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ben ook heel benieuwd sowieso of jullie dit vaker zouden willen zien. Want ik heb het dus nog nooit eerder gedaan. Behalve wel eens koffers en zo. Maar ik vond het wel een keer leuk om te doen eigenlijk. Ja, ik hoop dat jullie geen last hadden van het zonlicht. Niet zonlicht, wel zonlicht. En dat jullie mijn setting wel weer leuk vonden. In ieder geval ontzettend bedankt voor het kijken.
En ik zie jullie snel. Oh, en ik zou het heel erg leuk vinden als je wilt abonneren op mijn kanaal. En als je het leuk vindt, het filmpje wilt liken. Nou, mits mijn muis aan het spelen. Nogmaals erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel.